Op het vliegveld van Banka arriveert de contactcommissie van het bijzonder federaal overleg voor besprekingen met de republikeinse leiders op het eiland. De missie, die wordt verwelkomd door Dr. Lyon Cachet, de resident van Banka, staat onder leiding van Sultan Hamid II van Pontiana. Langs de bekende Bankase pepertuinen gaat het dan naar het stadje Muntok, waar de eerste bespreking met de republikeinse autoriteiten zal worden gehouden. De delegatie is gearriveerd op de plaats van bestemming, het logeergebouw van de Banka Tinwinning. Hier worden de bezoekers verwelkomd door president Sukarno en meester Mohamed Roem, de leider van de republikeinse delegatie. Onmiddellijk daarna nemen de besprekingen een aanvang. Tegen de middag vertrekt het gezelschap naar het hooggelegen hotel op Menumbing, de tijdelijke woning van de republikeinse autoriteiten. Hier worden, te midden van de mooie natuur, de besprekingen verder voortgezet, nu ook in de aanwezigheid van de heer Mohamed Hatta. Mijn heren, het zij mij vergund u welkom te heten bij de opening van deze 8e zitting van de bijeenkomst voor federaal overleg. Het verheugt mij zeer dat alle deelgebieden hier en de persoon van hun hoogste verantwoordelijke regerings- of bestuursautoriteit vertegenwoordigd zijn. Ik behoef u wel nauwelijks te zeggen dat deze zitting een van de belangrijkste zal kunnen worden in de historie van de BFO. Wij allen zijn zeer verlangend ons aandeel bij te dragen om het conflict, het welk thans reeds jaren Indonesië verscheurt, tot een oplossing te brengen. Het laat zich aanzien dat de komende dagen, wanneer de BFO contact op zal nemen met de republikeinse regeringsautoriteiten, van beslissende betekenis zullen zijn voor de toekomst van ons land en volk, voor de verhouding waarin wij zullen staan tot Nederland, en voor de plaats welke ons volk zal innemen in de rij der volkeren. Met het uitspreken van de hoop dat het Indonesisch conflict thans op zeer korte termijn als geëindigd kan worden beschouwd, open ik deze 8e zitting van de bijeenkomst voor federaal overleg. En zo, terwijl de oplossing van het Indonesische probleem urgenter wordt dan ooit, beraadslaagt men over de talloze nog hangende problemen, hopelijk met spoedig resultaat. In Jogja werd het eerste deel gehouden van de Inter-Indonesische Conferentie,
waartoe de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak, door president Sukarno werd ontvangen. In de grote conferentiezaal van het paleis van president Sukarno hadden de leden van de republikeinse en federale delegaties plaatsgenomen. Verschillende sprekers, onder wie Sultan Hamid, voerden het woord. Ook de minister-president van Oost-Indonesië, Anak Agung Gede Agung, sprak de afgevaardigden toe. President Sukarno sprak op de hem eigen karakteristieke wijze zijn redevoering uit. Ter gelegenheid van de conferentie werd in de Republikeinse hoofdstad een defilé gehouden van TNI en politietroepen. Voor het hotel Tentara aan Jogja's hoofdstraat Malioboro trok een optocht van schoolkinderen, padvinders en verschillende bevolkingsgroepen langs de autoriteiten en gasten. De echtgenote van de Republikeinse premier, mevrouw Hatta, bevond zich onder de toeschouwers op de officiële tribune. Ook de echtgenote van de president, mevrouw Sukarno, was aanwezig. Bij de aanvang van het tweede gedeelte van de conferentie werd premier Hatta met gejuich begroet. De voorzitter van de commissie van ontvangst, de heer Rivai, die de conferentie met een kort woord inleidde, nodigde de aanwezigen aan het slot daarvan uit het Indonesische volkslied te zingen, het Indonesia Raya. Sultan Hamid opende daarop de vergadering en wees er in zijn toespraak op dat het in Jogja gehouden deel der conferentie tot aller voldoening is verlopen. Dari conferentie ini, yaitu sidang pertama, di sini tak akan saya bicarakan panjang lebar. Tentang hal itu, dengan kata-kata kita telah cukup melahirkan rasa kepuasan hati kita. Wij hebben elkaar daar wedergevonden. Wij zijn, hoe kon het anders, tot de conclusie gekomen dat onze scheiding van jaren min of meer kunstmatig is geweest en wij hebben geconstateerd dat datgene wat ons scheidt, of beter scheidde, van geringe, ja zelfs van zeer geringe importantie is vergeleken bij datgene wat ons verenigt. En ik doel hierbij wel in de eerste plaats op dat wat de president van de republiek in Jogja samenvatte in die ene zin van een Amerikaans staatsman, the love of freedom. Apa yang sudah mempecahkan kita itu tidak penting. Bahkan benar-benar tidak penting jika dibandingkan dengan apa yang mempersatukan kita. Dan yang pertama-tama saya maksudkan di sini ialah apa yang pada hari Sabtu oleh Paduka Yang Mulia Presiden Republik diringkaskan dalam suatu kalimat yang diucapkan oleh seorang ahli kenegaraan Amerika, the love of freedom. And the Sultan besloot: mogen deze conferentie datgene brengen wat wij daarvan verwachten. Mogen het ons gegund zijn in het besef van onze verantwoordelijkheid tegenover onze volken, die richtlijnen te trekken waarlangs wij verder gezamenlijk zullen optrekken naar ons ideaal, dat voor allen hetzelfde is, de vrije en soevereine Republiek Indonesia Serikat, waar veiligheid en welvaart zullen heersen. Hiermede verklaar ik het tweede gedeelte van de inter-Indonesische conferentie voor geopend. Ja, ini Republiek Indonesia Serikat, yang merdeka dan berdaulat, yang aman, makmur dan santosa. Dengan ini kami membuka konferensi inter-Indonesia bagian kedua. Sekian.
Kami bangsa Indonesia, semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya, bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan, telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu, kami itu, dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi, berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. Saudara-saudara, sungguh pun kita telah menandatangani konstitusi ini dan meminta kepada saudara-saudara supaya jangan sempat saudara memberi konstitusi ini kepada pers untuk sementara waktu. Sebelumnya kita tutup rapat ini, tuan-tuan, saya persilakan saudara-saudara berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan kita. Sinaga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, kebangsaan Indonesia raya, merdeka, merdeka.